Dat ik heb met een ijsbeer geschoten. Het valt niet te halen eigenlijk. Het is alleen maar kids. Als je keer roept, stort mijn huis op elkaar. Nou, superleuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Gerard Joling en ik hoop dat jullie ervan genieten. Veel plezier. Nou, we staan gezellig even voor de ski-hut. We gaan even kijken of er wat wintersportspulletjes te organiseren vallen. Ik moet je zeggen dat Hanna van der Beek al wat heeft uitgezocht voor de toppers en voor mezelf. Maar dat is natuurlijk speciaal voor de opnames. We gaan kijken of er nog een leuk jack bij zit. Het zou geinig zijn. We gaan naar binnen. Voor skiën, kijk, maar ja. Liggen gewoon lekker roldox met een kopje koffie. Ik kon het niet laten. De verleiding is te groot. Ja, ik ben hier in de Beeldentuin in Aalsmeer en ik moet je zeggen, ik ben hier al zeker 18, 9 jaar rijk hier langs. Ik vind het eigenlijk afschuwelijk wat voor beelden er staan, alhoewel ik hier nu ben er toch weer mooie dingen tussen staan, zoals dit. En nu is er een opening en die wordt gedaan door Hans Marcus, dus ik ga even kijken. Robert Webster is eigenlijk degene die de grote band... Deze carnavalteske tentoonstelling hier in Aalsmeer is heel bijzonder. En ik sta voor een eenhoorn. Het voordeel van de gasten, en dat is waarom het ook is. Vincent is de beste barkeeper van Helbert. Het is jammer dat je weer twee dekbeen opgevrijd hebt, maar voor de rest is het schat. Nou, 10 kilometer gelopen. Ik heb er iets langer op gedaan, ik geloof. Een uur en bijna 5 minuten, dus dat is normaal loop ik rond een uur. Maar aangezien hoeveel drank er gisteren ingegoten is. De jekenmeester dampt onder mijn oksels vandaan, dat zeg ik oksels vandaan. Maar goed, het was weer een topavond. Ja, en dan moet je jezelf toch een beetje afstraffen, want ik pas verdorie nergens meer in, joh. Nou ja, ik hou jullie op de hoogte, ik wou het even delen. Oké. Nou, vast eventjes lekker in de sfeer te komen van het carnaval en natuurlijk de toppers. Met Wild West, nou, dan ben ik toch wel even Wild West, hè. Ik heb nieuws voor je, het is toch om te gieren. Nou, ik heb met een ijsbeer geschoten. Vanwege de overschot, hoor, dus maak je er geen zorgen om. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Nou, jongens, fijne carnaval, geniet ervan. En ik zeg vanavond lekker allemaal in mijn tippie. Doei, doei. De zin in, Gerard? Nou, ik vind het nog echt vroeg, jongens. Echt, ik ben nooit zo erg ochtendmens, dat weten we nu toch? Maar dat maakt niet uit. Doodskoffie? Nee, wat valt hier te halen eigenlijk? Het is alleen maar kids. Als je een keer roept, stort mijn huis op elkaar. Dank u wel. Nou, het is 11:15. Dat is vannacht heel laat, want ik heb nog een drankje gedronken bij... Ik zat bij Eva Jinek in het programma. Ik lag eigenlijk net eigenlijk heel lekker dat jullie belden om 10 uur. Dus ik wilde er eigenlijk liefst mij omdraaien. Dus nu gaan we naar Schiphol en dan gaan we een paar dagen met de toppers naar de wintersport. Dat vroeg Eva Jinek ook gisteravond waarom het Wild West naar de wintersport moest. Ik heb ook geen idee waarom het eigenlijk is, maar goed. Maakt het niet uit. Ik heb er heel veel zin in. Die treklift, hoe moet je het nou? Nee, die trekliften zijn er bijna niet meer. Ach, het is allemaal tegenwoordig stoeltjes. Ik wil gewoon met de helikopter, wil ik gewoon... Nou ja, dat dachten we wel. Dat stond eerst wel in het draaiboek, maar die is eruit gesneuveld. Vreselijk. Oh, wat een kapzone, dus om met een helikopter ook een berg op te gaan en naar beneden te skiën. Maar dat was ons toch doel, dus daarvoor ben ik meegegaan. Ja, nee, maar dat hebben ze echt over gehad. Ja, dat hoort wel een beetje bij de toppers, vind ik. Nou, in ieder geval bij mij. Maar ik ben bang dat het gewoon een arreslee met wieltjes wordt. Vreselijk. Je hebt trouwens ook geen arreslee, daar heb ik gehoord. Alleen maar koetsen. Vreselijk. Ja. Vreselijk. 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 Ja, jongens, jullie regelen het voor de rest wel, hè? Pak even een bakje koffie. Heel goed, ga je lekker even in de rust naar huis zitten. Ja, nee, dat is even. Ja, ik snap het wel even. Nou, ik ben op Schiphol. We zijn net met z'n allen zo'n beetje door de douane heen. Het was heel druk. En we gaan zo gezellig richting het vliegtuig. We gaan eens een kopje koffie drinken met z'n allen. Hey! Nou jongens, het is fantastisch. Ik kom net aan in dit prachtige vliegtuig van Transavia. En nou ja, ik word uitgenodigd door de piloot. En is het co-piloot of bent u allebei piloot? Of neem ik aan, hè? Co-piloot en gezagvoerder. Ah, dat zeg ik. Dit is de gezagvoerder. Hallo. En de co-piloot. Hey. Oh, hij
En die vragen gewoon heel sympathiek of ik hier voorin wil zitten. Dat vind ik natuurlijk enig. Dat kunnen. Nou, daar gaan we, jongens. Vol gas. Nou, dit geen jodelen wordt, dan weet ik het niet meer, hoor jongens. We zijn de bouwenboom. Nou, we zijn geland, heerlijk. En, nou ja, goed, het duurt wat langer vanwege de drukte. Maar supergezellig. Nou, dat zeiden ze wel, maar dus of die stappen weer in nu, denk ik. Gewoon rijden, en heel ruik. Goed, ja, hier is Geer nog een keer vanuit Zeeveld. Nou, wij zijn op het ogenblik met de toppers bezig voor onze real life soap of docu soap, hoe je het ook wil noemen. En ja, we hebben allemaal hier een prachtig mooi kamertje in dit leuke hotel. Het is een beetje rommel, maar ja, goed, je gooit je koffer open. Een goede kast, lekker douchen, toilet, alles keurig schoon. Dit zit een beetje gekke graag, die televisie. Die staat dan daar op die commode. Dus ik heb een paar kussens op het bankje neergezet. Zo ook de televisie neergezet. Dan kan ik het zo vanuit mijn bed lekker zien. Nou, en voor de rest zijn hier 3 dagen. Gaan we van allemaal dingen ondernemen. Van skiën, langlaufen. We gaan priksleeën. Wat gaan we nog meer doen? Allemaal gekke dingen met banden van boven naar beneden glijden. Gewoon een beetje fun. En we doen nog een mini optreden hier in een of andere Western Hut. En eigenlijk superleuk. Dus ik wil even zeggen, ongelooflijk leuk dat jullie weer naar mijn vlog hebben gekeken. En mocht je het leuk vinden, like it. En denk je van, hey, ik wil abonnee worden, dan kan dat ook. Het kost helemaal niets. Ik zou zeggen, ski er maar in en ga voor gas. En nog even wat. Ik heb natuurlijk een actie lopen. Mijn single gaat op het ogenblik. Die wordt goed gedraaid op de zender. Het liedje heet Vol Gas. Je kunt de clippen kijken en je kunt hem ook downloaden. En dan maak je kans om met mij en met nog 10 anderen een lekker avondje uit te dineren. Dus zet hem op. Groetjes vergeten.